We gaan het hebben over customization. Zeg ik het goed dan? Customization. Customization. Ja. Um, ik kwam op het idee voor dit item. Ten eerste omdat we dit eigenlijk heel weinig doen. We hebben het eigenlijk nooit over customization. Um, ten tweede uh, kwam Koos met een prachtige foto van een auto, dat ik dacht van oké, okay, dus Koos zit ook in de customization. En ten derde uh, komt Saints Row, en daar heb ik al een videootje van gezien, met een uitgebreide customization-tool waar ze iets mee gaan doen. En uh, ja, toen. Ja, ik had eigenlijk iets van. Er zijn best wel. Ik weet van jou dat je dat heel vaak deed. Ik weet van Steven dat hij echt helemaal de Rabbit Hole in ging. Altijd met, met uh, Gran Turismo, met het maken van oh, auto's. Ja, zeker, ja. 36 laag over elkaar. Nou ja, Koos dus ook. Dus toen dacht ik van ja, waarom? waarom? Kijk, dit zijn Koos' 36 laag. Ja. <laughs> Allemaal naast elkaar. <laughs> Want van jou wist ik het nog niet, Koos. Dat jij. Uh, 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 je, je hebt wel ik, heel veel liefde voor. Autosport en auto's. Ja, ja, voor, voor racen heb ik, heb ik ja. echt heel veel, uh, heel veel liefde. En uh, ja, ik wist ook niet dat, dat, dat het echt mijn ding was. Je vroeg me het. En ik ja. dacht van, ja, nou, ik, ik ben niet echt zo customized, want ik doe het niet zo heel erg vaak. Maar nee. er zijn wel momenten uh, zoals dit was, denk ik, twee weken geleden. Toen, uh, toen was Charles Leclerc, die was zo'n ongelofelijke baas op Australië. weet je ja. wel Er kwam echt niemand meer bij in de buurt. Grand Slam ook dat weekend. toen dacht ik, ja, dan moet ik wel even een hommage aan, uh, aan Charles Leclerc brengen. En heb ik dus uh, de Formule 1-auto van Ferrari. Die heb ik uh, enigszins nagebouwd in Gran Turismo. Mm. Okay. En ook wel een beetje gecheat met de Marlboro-logo. Uh, maar en geplakt, die is zo uh, vet. Geplakt op jouw uh, eigen gebruikte bak. Ja, ja want dit is, uh, dit is mijn Subaru WRX uh, STI. Mooie uh, auto. En ja, die, die gebruik ik voor de, de Gran Turismo 7-league die we hebben. Mm -hmm. En uh, daar moet je gewoon iedere week, week in, week uit, alleen maar met je eigen auto rijden. En uh, de, je moet hem kiezen aan het begin van het seizoen. En daarna mag je ook niet meer wisselen. Dus je kan niet zeggen van, oké, okay, dit is een heel snel circuit. Nu ga ik voor een auto met hoge topsnelheid. Nee, nee, weet je wel. Je kiest er eentje en de ene keer is het mee, de andere keer is het tegen. En ja, de enige manier om, om het dan toch fris te houden ieder, iedere Delivery, week, natuurlijk. is gewoon iedere week een nieuwe livery ja. uh, <laughs> ja. mee aankomen. En uh, je kan ze downloaden ook. Ik heb bijvoorbeeld hier eentje van, van Red Bull. En uh, die is gemaakt, denk ik, door een Fries, want hij heet Sietse. Ja. En uh, ik kan deze oh, tegen. Want wow. je kan ook uh, gewoon liveries downloaden van andere mensen. Nou, hier, zie je, hier zit wel flink wat meer werk in, vooral omdat ja. er met shapes aan de slag is gegaan. Dat heb ik nog niet gedaan, nog niet echt de tijd voor gehad. Maar uh, wat het coole hiervan is, uh, mensen kunnen hun eigen liveries delen en, um, en online zetten. Maar je kan ook zeggen van, um, je kan mijn livery pakken, maar, dan mag je, maar je mag hem wel editen. Oké, dus, uh, dus je mag uh, een aantal dingen. Ja, je mag eigenlijk alles veranderen. Uh, en dat is wel heel chill. Dus ik heb deze enigszins uh, wat aangepast qua, qua kleurtjes. Uh, de, de wielen, ook onder andere. En uiteraard mijn race nummer 49 heb ik erop gezet. Waarom, waarom staat er in plaats van dat Polo live niet een Gamekings logo? -tje? Nou, dat is dus het ding. Daar zou dus het Gamekings logo inderdaad ja. komen. Want Polo live volgens mij is dat van de zietsen die dit uh, in elkaar heeft gezet. En um, dat is echt heel jammer. Want we hadden voor GT Sport, want jouw auto's zijn volgens mij allemaal gemaakt in GT Sport. Ja. Uh, voor GT Sport kan je ook allemaal custom uh, decals uh, uploaden. Nou, dit uh, is mijn gebruikte Beetle uh, Ja. Dat uh, Sport League. En, en hier zit denk ik. Uh, ja, nee, nee. Ik zie hier niet het GT Sport League logo, maar dat zag ik bij een andere auto van jou wel. Nou, dat is een eigen geüpload. Uh, ja, uh, ja, je this ziet is hem. GameKings Toyota Supra. Ja, je ziet hem op de, op de, op de, op de, op de motorkap. En op de zijkant zie je natuurlijk Game King staan. Nou, die kan je gewoon zelf uploaden. Alleen alles wat je hebt geüpload in GT Sport kan je niet vinden, GT7 dat hebben ze niet overgepoord. Dus je moet hmm. het allemaal opnieuw doen. Maar je, oh, maar je kan ze wel nog steeds uploaden. Ja, 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 ja zeker weten. Hoe, hoe lang ben jij hiermee bezig dan? Uh, een paar uurtjes. Dit zijn 200 lagen. 200 lagen is, ja. 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 Want uh, je die eigenlijk de, de basiskleur van deze auto is blauw en vervolgens ben ik pas shit eroverheen gegooid. Dus dat hele zwart is allemaal. Plaatje voor plaatje, zo okay. uh, helemaal langs de zijkant. Uh, nou, laatste, de twee lagen GameKings, links en rechts. Uh, dan nog lagen Supra, Yokohama, uh, voor, achter. De zijkant nog een paar logootjes. Die puntjes, dat, zijn, dat is ook weer een laag. En die zit volgens mij ook helemaal onderop. Ja, dan ben je wel even bezig. En dan uh, de GameKings game logo ook. Hè? Uh, de, dat is niet een game Kings logo met een rood slagschaduw. Dat is gewoon twee keer het game Kings logo. Zo ja. moet je uh, gaan werken zeg maar met al die lagen. Jezus. Ja. Ja, nee, goed. Ja, nee. Dat Nee, precies. Ik wil dat niet denigeren. Ik heb daar namelijk geen geduld voor. Ik begin altijd met auto's. Oh ja, dan ga ik mijn eigen livery maken? Dan begin ik altijd met zwart. En dan doe ik wat geel. En dan zeg ik fuck, het duurt te lang. En dan is het een zwart met een beetje geel auto. Ik had het vroeger over. Ik ben ook redelijk ongeduldig. Hier, dit is trouwens. Dit is vanochtend. Ik ben begonnen met de Nerdculture Auto. Daarmee zou ik gaan beginnen. Dit is echt versie 0.1 uiteindelijk. Dit is helemaal. Begin natuurlijk, maar aan het einde van, van deze video, dan, dan zie je ongeveer hoe die eruit komt te zien. Dus versie 1.0, wat precies uh, wat je zegt, als je echt een hele vette auto wil maken. Weet je, ik ben hier denk ik een uurtje mee bezig geweest of zo. Want het ja. is altijd een beetje zoeken. En, en, en soms heb je een idee in je hoofd en dan plak je het op de auto. En dan denk je, oh nee, dit werkt helemaal voor geen een een meter, weet meter. Nee, wel. precies. Ja. En, um, dus hier ben ik ongeveer een uurtje mee bezig geweest. Maar inderdaad, als je al die custom shapes... en, en ik moet het Nerd Culture logo moet ik nog uh, gaan uploaden en dergelijke. Uh, THX uh, moet er natuurlijk ook op komen te mm -hmm. staan. Ja, daar ben je wel echt uren bezig. En ja. dat ga ik ook wel insteken. Ik denk dat dit... Uiteindelijk, want dit is natuurlijk wel echt een geheel eigen design ten opzichte van, uh, van die Ferrari. Want Ferrari, dat, ja, die is gewoon geïnspireerd op Ferrari. Vorig jaar in GT Sport had ik een aantal McLaren geïnspireerde ja. auto's gemaakt. Dat was wel met custom shapes uh, vooralsnog. En. Um, ja, ja, dit, uiteindelijk gaat dit uh, wel mijn pride en joy worden. Maar dit is ongeveer wat ik in een uurtje heb klaargebakken. Uh, ja, precies. En ja. waar haal je dit, dit is allemaal, staat allemaal al online? Allemaal dit is wat mensen uh, hebben uh, geüpload, ja. ja. Oh, mensen loaden dus die bibliotheek van wat je kunt gebruiken? Op Met stickers, ja. ja. En die, 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 die stickers, uh, want uh, ja, je hebt allerlei vormen. Nou, hier zie je de, 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 de Kinkai logo en, en de Akira pilletje. Ja. Dat past natuurlijk perfect bij, de, bij het shirt wat we hebben gemaakt. Mm. Dus die moesten er ook zeker weten op komen te staan. Ja. Uh, maar uh, alle, alle, alle ah, dingen. Jezus. Kijk, je ziet Netflix logo's rood. Kan ik gewoon wit maken, weet je? Gewoon ja. elke sticker kun je ook nog volledig in, in, in een eigen kleur zetten. Ja. Uh, ja. ja. Alle streamingdiensten. Alle, streaming alle streaming HBO, Disney Netflix, TV <laughs> Disney+, Disney+. <laughs> ja. Het, de, de, die mogelijkheden. De, deed je dit ook al? Uh, pak een beetje Nou, laat zeggen tien jaar geleden. Ja. Weet je waar ik ben begonnen? Ja. Uh, zijn Motorsport. Uh, oh, ja, dat zeker. was het grote verschil van Forza Motorsport met, uh, met Gran Turismo. Want Gran Turismo was nog eigenlijk vrij saai vroeger. Je kon mm -hmm. wel, uh, je, je, je wel uh, tuning-onderdelen erop zetten. Ja. Maar eigenlijk niet echt uh, de look en feel van je auto veranderen. Later kwam daar een spoiler bij. En dat was het eigenlijk wel een beetje. En Forza Motorsport, de eerste al, uh, was er eentje die je echt uh, ja, kon. Je kon je heel uitgebreid aan de slag met de delivery editor. Je kon niet zelf logo's volgens mij uploaden uh, mm -hmm. als het goed heb. Maar je kon daar wel een beetje in deze stijl, iets minder uitgebreid natuurlijk, want het was de allereerste generatie, kon je al je auto's maken. En op dat moment, toen was ik nog geen racer, ik vond race games cool. En ik heb Grand Turismo toen ook echt heel veel gespeeld, maar toen was het gewoon ik ga gewoon de allervetste auto's maken... en dan ga ik gewoon online mee showen. Weet ja. je, ik hoef niet te winnen. Ik wil gewoon hele vette auto's maken. En, en ik wilde altijd hele bizarre kleuren. Ik had de, de marineblauw dat overliep in een gradient met vanille. <laughs> dat is een hele weirde kleuren. Okay. Daar was ik altijd voor. En ik kies nu de, de iets meer schreeuwerige kleuren. Ja, de okay. de race kleuren. Ik weet het, bij mij begon dat... Uh, jij noemde dat Forza. Bij mij, als ik dan terugdenk, begon het bij Forza 3. Want dat is eigenlijk een van de eerste racegames... die ik wat serieuzer begon te spelen. Maar daar heb ik ook... Gewoon veel auto's gekocht, die, die kun ik en zo en dan helemaal, helemaal kleurtjes alleen maar overgeven en alles. Ja, dan ben je op een gegeven moment dat is ook zo lullig. Wat je dan begin je aan een auto en dan denk je: Oké, okay, dit is vet, dit is vet. En dan denk je: Nee, dit is helemaal niet vet. En dan, nee, het, het, kunt, dan, het is dan ook niet van oké okay, gaan paar stappen terug. Nee, het is gewoon opnieuw, opnieuw beginnen. Maar dan steek je bijna evenveel of misschien wel meer tijd in het customize dan in het racen zelf. Dan, ja de, 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 de effectieve track time zal ongeveer hetzelfde jij zijn zeker? Als, ja. jij zeker jij ja. ja. zeker ik heb nog wel uh, meer tijd uh, in het race gestopt we, we hebben het nu over oh dit is toevallig dan race hè? Ja. Uh, overigens wat wel leuk is bij race heb je ook nog eens een keer twee soorten customization. je hebt inderdaad uh, look and feel ja. waar jullie allebei uh, behoorlijk in zitten uh, Dan heb je ook nog eens een keer zeg maar race technisch customization. dat is echt gewoon mensen dat die de helemaal is, de auto's ja. aan afstellen en dat soort shit allemaal ja. dat is Jij doet het volgens mij wel. Uh, steeds meer. Ik, uh, ik wil ja. er wel echt steeds meer van leren. En, um... Want ook daar kun je liveries van andere mensen die heel goed zijn. Set -ups, ja, hey. ja, ja, setups, setups, ja. Kan je inladen. En, en de, 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 zo begint denk ik wel iedereen gewoon. Uh, ook, ook al ben jij uh, iemand die alles volledig zelf instelt. Je begint gewoon met een, met, met een uitgangspunt qua setup. En vervolgens, uh, ja, na, na, ja, na zoveel raceuren... Weet je wat een auto doet en kan? En, en, en als je een bepaalde onderstuur ergens in een bepaalde langzame bocht hebt, dan weet je inmiddels wat je aan moet passen. Bijvoorbeeld. Ja. En zo probeer ik daar langzaam een beetje meer van te leren en in te tweaken ook zo. Is dat net zo leuk? Wat, wat vind je leuker? Dus look and feel of technisch? Nou, ik, kan, ik kan goed begrijpen als je het juist technisch leuker vindt, want daar, daar merk je verschil aan de tweaks die je doet. Ja. Ja. En helemaal als je er eenmaal verstand van hebt en je zegt van oké, okay, dit is niet alleen een kwestie van dit aanpassen, maar als ik dit aanpas dan moet ik dat ook een beetje doen. ik, ik heb dat punt nog lang niet bereikt en ik heb zoiets van oké, okay, ik, ik pak wel inderdaad zo'n setup van iemand anders en dan vind ik het prima. Het is, het is de professor die in zijn laboratorium ja, precies, uh, weet een met uh, uh, allerlei uh, uh, schroefjes bijdraaien. Ja. Ditje doen en dat je Ja, dat is. Ik, ik kan goed begrijpen dat mensen daar ook helemaal loco op gaan. Uh. Ja. Maar eigen identiteit in met name online games wordt steeds belangrijk. Ik bedoel, we hebben het nu <liek> over auto's. Uh, ik uh. weet van jou. Um, en eigenlijk ook wel van koos als je kijkt naar hoe jullie Destiny spelen daar hebben we dan even geen beeld van oh, maar ook daarin ik heb, ik heb uh, Destiny wel mee Oh je hebt Destiny wel <laughs> ja, zeker oh. Nee precies want bij allebei weet ik dat dat tuurlijk je bent bezig om je best mogelijke Package te krijgen om te kunnen knallen. Ja, maar het moet er ook mooi uitzien. En daar ben ik dan weer helemaal niet ja, mee bij. Godverdomme, ik had ook mijn Guardian mee moeten nemen. Shit, ja. daar heb ik helemaal niet eens aan gedacht. Maar nee, dat, maar is, dat is ook, ook een karakter ja. waar, waar ik inderdaad heel veel tijd en aandacht in stop ja, in ja. hoe het eruit komt te zien. Inderdaad, ja. ja en dat seizoen heb ik wel een ander design. Ja, precies. En, en wat ik bij de, wat ik bij Destiny zo mooi vind, je, je hebt de meuten... zelfs de hardcore meuten... die heel vaak loopt in uh, de raid outfits want he, mm -hmm. dat is een beetje Breaking een sta right, status yeah. symbool van kijk mij ik heb het allemaal geunlockt, ik heb het allemaal yeah. gespeeld en ik, uh, kan, ik draag het allemaal. Ik vind het juist leuk om shit te dragen van oudere seizoenen en die met elkaar te combineren omdat het gewoon goed okay. bij elkaar past. Waardoor je uiteindelijk ook met een soort van heel, soort van, of heel Star wars achtig uiterlijk... Dit, dit voelt heel Star Wars. Die ja, ik, die, ik heb op het einde, als, als er een beetje doorgespoeld wordt hierin, dan... Uh, op het einde heb ik ook, ga ik voor die, weer die... Ik, ik heb het heel vaak over de roestige look. Omdat het op de een of andere manier dat, ja, dat... dat ja, dat, 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 dat hele flashy dat ja. ik, Dit is uh, eentje die ik, dat is een setup die ik uh, laatst veel gebruikte. Mm -hmm. uh, en dan deze in combinatie met en dan iets meer uh, roest. En dan die andere helmetje wat je zei inderdaad, die is een beetje Star Wars. Ik wist niet eens dat dit in de game zat, jongens. Nee, het is steeds meer <laughs> kleurtjes. trouwens. Yeah. Want uh, ook Destiny ja, ja. heeft gewoon een soort van dedicated fashion shows gehad. Dat ze letterlijk zeiden, ja. oké, okay, deel dit op Twitter. En uh, de mensen met de meeste stemmen, die krijgen van ons een speciaal uh, iets. Of weet ik veel wat, uh, wat ja. ze kregen. Maar, Deze man, die, ja. die is zo sick. Ja, daarom. Ja, dat is uh, fucking gruwelijk. Maar het lucht, je ziet jezelf namelijk niet. <laughs> je speelt natuurlijk first person. Nou, je ziet het ja, wel vaak zie... genoeg. Want op ja. het moment dat je in de tower loopt, dan, uh, dan, okay, dan, ja. dan zie je gewoon je poppetje third person. Maar uh, het is wat je zegt: je, je. Het, het is op het moment dat je uh, zoveel uren in een game hebt gestopt. Mm -hmm. Je wil gewoon een bepaalde identiteit ja, snap ik. Uh, 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 aanmeten en uitstralen. En, ja. uh, en uh, daar lenen dit soort games zich perfect. Nee, nee ik, ik, wat ik, zeg, ik, zie, ik zie dat wat jullie doen, nou, ik word er altijd heel enthousiast van. Ik en denk van oh, ja, dat ga ik thuis ook doen. Maar ik weet van mezelf nou, dat, dat het mij uh, te lang duurt. Let je dan ook, als jij Destiny speelt. Zie je dan ook opeens... Mensen langs dat je fuck nou ja heel Vet. vaak dat ja? Ik, als ik dan in die, die, die social hub de tower als ik daar dan rondloop en ik zit een beetje soort van te kijken dan, dan pak je de de, de uh, hoe noem dat ook alweer? Uh, de, gewoon de lijst met spelers die op dat moment in de tower is mm -hmm. uh, en dan zie je zo van oké okay, die is level die is, die is level dat en soms doe ik gewoon even inspect player om te kijken hoe die eruit ziet ja en je hebt echt tegenwoordig omdat alles dus veel meer ook op uiterlijk uh, vertoon gebaseerd is zeker heel veel uiteenlopende outfitjes zie je voorbij komen wat ik zei, je hebt een grote meute die gewoon lekker de raid gear aantrekt omdat het gewoon een beetje bragging rides is. Maar je hebt ook een heel grote groep mensen die ja, weet je, dit is een rood lampje en het past goed bij mijn, bij mijn witte helm. En dit en dat. precies dat, man. Ja. Het moet wel kolla coördineren. Ja, zeker. Ja. En, het, en het vetste vind ik dan als je, want ik ben, ben nu voor een universele shade gegaan die gewoon op alle, ja, het is gewoon een, een schemaatje wat op alle onderdelen van mijn outfit zit. Dus op mijn helm, op mijn borst, op mijn armen, op mijn benen en op mijn, op mijn cape. Maar het is leuker om. om een of twee of twee of drie uh, kleurschemaatjes te combineren en dat je dan alsnog iets heel vets hebt. Want dan ja, dan is het niet zo van kijk, mij eens even deze ene serie gebruiken. Nee, ik heb gewoon veel meer. Ja, nee, precies. En en, en Kals, als jij dan want die die Red Bull auto, had je die dan in een race gezien? Of ben je gewoon gaan scrollen over auto's en dacht je van fuck, dat is een brede livery. Die ga ik gewoon een keer gebruiken. Ja, ik, ik vond deze gewoon echt, uh, echt heel gruwelijk. En de, ik wilde gewoon een nieuwe livery. Wat, wat ik zei van die, ik wil ja. niet elke, elke race dezelfde auto. En, maar wat ik zeg, ik heb nog geen tijd gehad om echt een hele uitgebreide uh, beeld te maken. Dat ga ik nog dus verder doen met die Nerdculture-auto op een gegeven mm -hmm. moment. Maar ik had wel gezegd, ja, ik moet wel iets hebben om te shinen. Maar, en, maar uh, kun je uh, ook, bedoel, kijk, als je creatieveling bent, dan ben je over het algemeen ook heel erg overtuigd van wat je zelf maakt weet je of wat ik maak is mooi kunnen jullie allebei als je iets ziet lopen of je ziet iets rijden je, fuck, wat een mooie livery dat je denkt van ik ik oh, dat kan, we een, ik beetje, een beetje inspiratie van in maar je zal hem niet één op één overnemen nee, dat, dat, dat vind ik te makkelijk, te makkelijk ik heb ik heb wel ik heb voor Koos ook een livery gemaakt de, 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 de ja de ja het de de wordt lang de, mee gereden. ik wil niet zeggen hier heb ik uh, in, in, in de, de vorige ja. ja. seizoen ja. gt sport is er dan niet grand Turismo 7 maar dit was gt sport leaks seizoen toen heb ik in deze gereden, want inderdaad, ik had uh, ik had ook een uh, livery voor deze, mm -hmm. maar ja, die was ook vrij simpel en denk uh, ik kwam daar. Ik maar had hier het ook, je, de de onderste laag van van deze auto is, uh, is zilver, maar het enige zilver wat erover is zijn een paar twee van die streepjes. Dus verder ja, is alles ja. gewoon rood en zwart eroverheen geplakt en v natuurlijk de ja. Vind jij dan al, als ik dan misschien dat Daan al wat verder is dan uh, misschien. Uh, mag je zelf be be betwisten als dat niet zo is? Oh nee, maar, 100%. Oh, maar denk, maar denk jij, uh, zit je al zeg maar, aan de top, of denk je van nou? Nee, wat, nee, nee. nee. Nou, wat, wat is nou. wat? wat, is, ik, wat? Ik, ik vind jouw designs, weet je wel, en hoeveel tijd je erin stopt, en hoe gelikt ze afvoelen, zeg maar. Uh, vind ik wel uh, vind ik wel een van de betere ik heb, hoor. ik heb mensen gezien die doen helemaal gekke shit want die, die zitten en wat is gekke shit ja stikketje voor stikketje met letterlijk met van kleine kringetjes maken ze gewoon hele anime characters en zo uh, op. Yeah. Okay, ja yeah. oké ja sommige van die stickers zijn ook Dat is niet meer als, nodig hè? Hè? ik ben zeggen, tegenwoordig ja. kunnen ze het uploaden maar inderdaad ja. vroeger in de voortzame motorsport tijd ja. toen werden die shit alleen maar met shapes nagemaakt inderdaad ja, ja. ja. en ik heb ik heb vaak genoeg ook zo'n zo'n hele uh, uh, livery gedownload om te kijken van ja, wat, mm -hmm. wat heeft diegene er nou mee gedaan? En dan zie je ook echt een, dat zijn geen 200 lagen, dat zijn er gewoon 500 lagen ofzo. Ja. Volgens mij heb je 1000 maximum toch? Of zo. Ik, ik, ik ben er nog lang niet aangekomen, maar ja als je echt iets unieks wil hebben en voor, en voor jezelf wil hebben, ja dan moet je er gewoon uren insteken. Het, het is gewoon, denk ik wel ik weet niet hoe dat bij jou zit maar voor mij is, is het bijna altijd zoiets als een ongoing project. Ja, ja. er ja, komt altijd wel even iets bij. Er gaat iets af en niks. er zit net even te veel stickers aan de achterkant. En dan doet het eentje minder. Ik ben eigenlijk benieuwd nu ik dit item zou zitten doen. Denk ik van in hoeverre dit binnen onze community van duizenden gamers. Leeft. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk altijd het probleem: niet iedereen heeft deze game. Want ik zit te denken: het lijkt me, het, volgens mij is en, en in de comments geef het vooral aan: mm -hmm. misschien is het hartstikke leuk om één keer in de twee maanden een game te pakken en zeggen: van uh, stuur hier jouw. Uh, uh, livery of jouw, jouw customization Absoluut. op en dat wij als uh, dat jullie met jelle erbij de drie vormgevers ja. dan gaan wie gaat er winnen winnen? Ik, ik zorg wel voor een toffe prijs nou, Want het is wel dit het, is wel hoe je met games tegenwoordig omgaat het is niet alleen maar het spelen het is gewoon het helemaal je eigen maken je eigen identiteit bouwen en het delen is, met en... de communities natuurlijk ja dat heel leuk ik hoop natuurlijk om de, de reacties onder deze video natuurlijk ook het een en ander aan plaatjes ja zijn. ja zeker ja nou, delen maar het is het is natuurlijk niet alleen deze twee games die wij nu noemen ik bedoel kijk, kijk naar Final Fantasy 14 Tijdens een, een evenement hebben ze gewoon pa, pa, letterlijk ja. modeshows gehouden <laughs> ja. van wie heeft de vetste in-game outfits. En, ja, en dat zeggen, daar, die scene is echt Dat Daar zeggen handen. ze ook, weet je wel, de, de echte endgame van de, van Final Fantasy is, is de Glamour. Ja, ja, de de is glamour inderdaad. En jullie spelen allebei die MMO. Ja, ja ik ja. heb het nu al een tijdje niet meer aangemaakt. Nee. Maar ook een ander ding, weet je, de Souls games, ze noemen het ook wel Fashion Souls. want ja. het, het, het is gewoon ja. een ding om jouw character zo vet te maken als mogelijk. Nou, ik heb hier dan één outfit. Want dat zijn dan wel. Ik heb hier, bij bij ja. uh, bij Eldenbring in ieder geval dan wel vaak het gevoel van ja, als ik een andere helm die heeft net een ander kleurtje, dat past dan weer net niet bij elkaar. Doe doe je het alleen bij games waar je die echt in je hart zitten? Want uh, tegenwoordig ja. elke game heeft customization. Je het begint bijna altijd met maak je karakter. Daan kan het wel uh, beamen, weet je wel? Want uh, je ziet ook hij heeft er wat meer uren ingestoken in uh -huh. in, in, in auto. Weet je, je gaat dat niet doen voor iets wat je niet cool vindt om te spelen weet nee. wel. Want het, het is uh, zeker zoals bijvoorbeeld Daan je bent meer bezig met de customizer dan het racen en dat, dat is cool want je ja. hebt echt iets heel bijzonders maar ja, als de game dan kut is ja, ja, ja nee, maar dan, 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 het is ook niet van oké okay, ik ga alleen maar customizen en dat gameplay laat ik helemaal achterwege, nee het is juist ik wil dat ik tijdens het spelen van die game eruit zie op de manier waarop ik het vetst vind. Ja, nee. nou, ja. mijn punt is meer van: als de game goed genoeg is, ja, dan, dan ben je ook uh, bereid om. Dan ben je om die... bereid om de tijd in te steken. Precies, ja, anders ja. ook echt niet. Nee. Nou, en ik moet zeggen, bij, bij Elden Ring had ik al vrij snel mijn geprefereerde uh, outfitje gevonden. En dat begint nu eindelijk een beetje meer tegen het einde van de game. Of uh, wat verderop in de game. Begin je wat meer tegen te komen. Wat dan beter ook bij mijn maar, zware outfits. Weet hier kan je volgens mij toch alleen kiezen uit. Dat wat From software jou aanbiedt. Ja, maar ja, de combinatie van dingen zorgt ervoor yeah, dat, okay. dat, ik, dat ik af en toe de looks van een item boven de stats verkies. Want dat is okay. het dan ook een beetje dingen. Als je <laughs> uh, bijvoorbeeld Elden Ring vergelijkt met uh, Tiny Tina's Wonderlands, misschien wel goed ja. een voorbeeld. Daar ben ik puur en alleen aan het kijken van... oké, okay, elk procentje wat ik aan stats kan winnen met een ding... weet je, dat, dat gebruik ik. ik. Ja. Terwijl met Elden Ring, ja, uh, dit, deze helm... oké, okay, nou, dit hele outfit, die blight outfit... ja, die, die is iets minder sterk dan wat ik draag. Maar het is eigenlijk wel vetter. Okay. Dus ja, ik zit soms een beetje... Zat, ja, zit, moet ik dan dit ja. kiezen wat sterker is... en wat misschien beter bij mijn beeld past zelf of zou ik gewoon deze iets lichtere kiezen? En dat ik ook. Uh, dat, dat heeft natuurlijk ook weer bepaalde voordelen wel. Maar ja. Ja, dit draag ik in ieder geval niet. Dat <laughs> ik wil net zeggen, dit is shit. Ja, dat is cash shit. Ja, is cash shit <laughs> maar het laat wel zien wat. Ja. ja, weet je, elke fucking enemy in, in Elden Ring heeft een, een uniek outfit en je kan al die shit van dat outfit je verzamelen en dat kun je weer samenstellen met andere outfits. Dus ja, je kan er wel op die <coughs> manier ook heel erg mee bezig zijn. Is, is het ook zo populair geworden doordat we de in de afgelopen tien jaar natuurlijk een enorme toename hebben aan, aan social media, uh, waarbij je dingen kunt uploaden Zegre, uh, waardoor mensen van elkaar zien en ook weer enthousiast, Fuck, yo, jij ziet er vreed uit, nou dan ga ik er ook iets ja. vreeds maken. Maar, maar vooral bijvoorbeeld, jij, jij zag die uh, Ferrari langs, of uh, de Subaru Ferrari, uh, als je het zo wil zeggen, die Zag je langskomen? Ja. De enige reden waarom ik die heb gepost is om de PlayStation nu tegenwoordig makkelijk die screenshots kan opladen. Ja, 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 ja. in je, in je ja. app, weet je wel. Daarvoor moest ik kopiëren naar een harde schijf, Toen moest ik hem importeren op PC en dan kon ik hem via, via Twitter ja, ja. delen. Of ik dacht ook, ook dat Xbox dat eruit wilde halen of zo. Ik hoop het niet, want dat is de reden waarom bij Xbox dat heel vaak gebeurt. Nee, ja, precies. Daar was een enorm protest over. Dat, dat ze dat vaak dan weer onderschat hoe belangrijk mensen het vinden om het niet alleen voor zichzelf te houden, maar ook te laten zien aan, aan hun vrienden, aan de community van, wow, dit is mijn in Elden Ring of dit is mijn auto en hoe ziet nou, jouw auto eruit? Maar ik bedoel, wat, wat voor nut zou het zijn om, een, om een, een screenshot van iets te delen als er niet iets unieks van jou in zit? Ja, ja. nee, nee, nee is ja. Leuk als Kijk, ik heb, ik heb bij Elden Ring een paar screenshots gemaakt van gebieden omdat die gewoon geniaal zijn. Maar, het is ook, maar ah. dat is ook nog wel steeds omdat dit jouw avontuur is. Ja. Weet je wel, van dat is wat jij hebt meegemaakt. Ik zie ook heel veel mensen fotomode, uh, We hebben op Discord een fotomode waar mensen allemaal screenshots dropen. Drop. Het voelt dat een stukje van hun ervaring, hun ja. onderdeel. Ook ja. is het een. Weet dit je, ben ik en deze game ja. ja stel nou um, kijk Gran turismo is natuurlijk gewoon de, de, het is een fictieve game met, met auto's en dan, dan maak je, je eigen ding maar stel nou koos dat er, er komt een hele vette star wars game waarin je je eigen kerf kan maken <laughs> maar Tuurlijk. denk jij dan van ik wil daar mijn eigen draai aan geven of heb je iets nemen maar star wars ik star wars ik wil niet komen aan de star wars legacy dus de de ja, eruit zien als als Star Wars nee ja ligt eraan hoe heet het als je bijvoorbeeld Knights uh, of the Old Republic speelt wat echt een eigen tijdperk is waar ook geen films van zijn qua referentiemateriaal ja nee, nee prima dan wil ik gewoon mijn eigen character maken ja. maar dat, ja. dat dat is toch alleen maar vetter want dat, dat draagt alleen maar meer het gevoel over dat jij die Jedi bent en niet uh, een een gevoiced gespeeld karakter van een van gewoon de game ja ja precies en hoe ver ga je dan, want dit is natuurlijk ook weer anno 2022, uh, de fotomode. Hè? Heb je dan nou ook van, als je iets gemaakt hebt, dan wil nee. je... Nee, ik heb, ik heb dit echt specifiek voor dit item gedaan. Ja. Ik doe dit nooit. Incapes. <laughs> helemaal ja. nooit. Nee, ja. nee, jij ook niet? Jij maakt ook nee, niet foto's. Uh, dit, dit, nee, nee, niet per se. Ik, dit, dat, het gaat mij er wel om dat ik ermee race. Ik, uh, okay. Dit is dan weer... Uh, je kan er 10 minuten mee bezig zijn, je kan er een uur mee bezig zijn. Maar dat vind ik dan in het... Uh... Toen had ik even door, oh shit, ik heb mijn Ferrari. Uh, <laughs> ja. Pak je nog aan, De passen er niet bij. Nee. <laughs> En wat is er dan vetter? Dat iemand na afloop van de race in de chat zegt van fuck, wat kan jij goed race? Of fuck, wat heb jij een vette livery gemaakt? Nee, allebei, maar het, het, het vetste ja, nee, je moet om, kiezen. het vetste is om, om een fotomodeshot uh, een shot te pakken uit de race. Ja, dat, dat, is, dat, dat is kan ook. Dan ja, het ja, is. Ja, 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 zeker, want dan zie je verschillende liveries, uh, verschillende mensen tegen elkaar scheuren. En dat ja, en dan op de baan waar het uitgevochten wordt. Uh. Um. Ik weet niet of dat ook, of dat ook ja, is dat customization of niet? Jij bent ook bijvoorbeeld heel erg bezig met, met Planet Zoo. Dat is jou, jouw guilty pleasure. Um... Dat is absoluut niet mijn guilty pleasure. Nee, oké, okay, maar in ieder geval iets wat je wat wat de meest altijd openlijke plezier. Ja, ik heb. ja, de vraag is natuurlijk van, het is natuurlijk een building sim. Is dit ja. customization? Want ja, een building sim is customization. Ik heb hier, een, ik heb een, een custom. Uh, dit is belachelijk, uh, Gemaakt Ja, lachelijk. dit. <laughs> maar het is, het is wel. Uh, ik, ik snap wat je bedoelt, want de game ja. draait sowieso al om het zelf maken van iets. Alleen je hebt natuurlijk wel gradaties van, kijk, ik, ik kan een paar muurtjes plaatsen en een stukje water. En dan hebben deze zeehonden hebben, hebben gewoon een leuk verblijf. Ja, of ik maak een soort van, nee, het is toevallig een op, hoek uit de, uit de Benji level. Je gaat en, ook nog onder water. Ja, oh, die, die onderwaterrots, die zo schuin ligt daar. Ja. Die heb jij zo geplaatst? Ja. Fuck. <laughs> alles, alles wat hier staat, heb ik zo geplaatst. Ook een puzzelstuk ja, dat heb ik dan wel zelf moeten maken uit een paar onderdelen. Ja. maar Het is gewoon ja, alles wat je ziet is gewoon heel, uh, heel precies. Uh, Pietje, precies, hoe lang ben je met dit? Oh, dit is volgens, dit was volgens mij iets van 30 uur nu toe, of 30, 40 <laughs> uur, maar uh, jij niet hey, gewoon een de level lang, designer worden lang, eigenlijk veel langer trouwens. Ja, ja, waarom word jij geen level designer? Uh, uh, ik vind leuk, ik vind het soms leuk om dingen na te maken uit games hè, en die dan yeah. in een andere game te zetten. Want hier bijvoorbeeld is nog steeds mijn Red Dead Strawberry project, <laughs> waar ik gewoon uh, alle gebouwen van het hele. Het dorp heb nagemaakt, nou, ja, dat zit gewoon rustig uh, vijf uur in één gebouwtje. Als het even tegen zit. Jeez, man. Maar het staat nu onder water. Dit, ja, nee, dit is. het is ook nu allemaal gewoon maar even neergezet. Het, ja, 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 het staat ja, ja. nog ja, niet nou. zoals het zou moeten staan. Ja. Het zijn gewoon alle assets die ik nu eigenlijk aan het maken ben. Nou, en level design is natuurlijk ook, jij doet alles voor het oog. Level design is natuurlijk ook gameplay-wise moet het ja. goed zijn. Dus dan ga je op hele andere uh, uitgangspunten. Ja, maar doe je met het team. Dat oh, he? oh, ja, nee, doe do 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 je samen. Hè? En de, weet je, je hebt het oog voor. Je hebt de creativiteit ervoor. Ja. Ja, ik, ik zou niet weten waarom niet, joh. Nee, dat is, dat is echt bizar. Ja, ongelooflijk hoeveel tijd je daar dan in, in uh, steekt. Um, ik had net nog een hele goede vraag. En ik ben k gewoon even weggeblazen door de dingen, dan weet ik het gewoon. Helemaal uh, dan niet. Kijken we nog even naar de final version van mijn Nerd Culture Car. Wat een okay, jou ja. nog ja. wat uh, dingen. Want wat ik zeg, ik denk dat dit versie 0.1 is. Uh, ik moet sowieso alle eigen logo's nog uh, uploaden. Nerd Culture logo moet er 100% op staan. Ja. GT, GT, Sport League logo moet er uiteraard op staan. Uh, ja, dit, dit is hem uh, inderdaad. Uh, ik heb er ook foto's <laughs> van gemaakt. Ja, kijk. Dit is hem uiteindelijk. Uh, er moeten custom shapes op komen. Ik ben nog niet uh, erover uit hoe of wat. Dus als je daar misschien een leuk idee voor hebt. Hmm. Misschien, misschien je nog een hier en daar nou wat zwart. En, en misschien een nog donkerder kleur paars in, in een streep of in een iets. In een streep? Hoe bedoel ja, oh, oh, je? Ja, in een pinstripe. Een, in, een, ja, in een shape. Of een licht. Nou, ik denk eerder donker dan licht. En dan een soort van paars, zwart en dan het lichtere paars. Ja, ja, ik, ik, ik moet. Hier ga ik de dit, dit, dit wordt mijn main auto. Hier ga ik echt nog heel veel tijd in, in stoppen. Ja. Want Monster Energy, dat wordt vervangen uiteindelijk door een logo, ja. Weet je, dan, dan maakt sens. Kijk voorop op die, die, die US Air Force logo. Dat staat op die uh, Bike van Canada van, mm -hmm. uh, van Akira. Capsule Corp zit erop. Uh, Mandalorian uh, dingen. Uh, Tja, natuurlijk, omdat het vroeger uh, bij alle Lucasfilm uh, shit was. En Diamond Dogs van, uh, van, van, van Metal Gear Solid natuurlijk. Ja, dat was het eigenlijk wel eens een beetje. Bovenop Poly Polyphony Digital. En achterop ja. Lucasfilm, maar daar heb ik geen foto van. We zouden het ook een keer in een livestream kunnen doen. Gewoon. Dan heb je natuurlijk wel maar twee uur. Ja, kort hè? Voor een is, auto? Ik, ik, ik had hier geen design dat voor in mijn hoofd. Als je iets in je hoofd hebt, dan is het te doen. ja, ja. Ik wil het zeggen, had jij, had jij iets in je hoofd? Want daarmee heb ik ook die, 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 dat filmpje van 600% snelheid ik gedaan. Ik had niks in mijn hoofd soms moet je gewoon beginnen. En je ja. ziet ook op het begin is het ander, totaal anders als, als, als wat het uiteindelijk is geworden. Maar ja. je begint gewoon. En als je eenmaal begint, dan heb je oh, dit werkt, dit niet, dit ja. wel. Oké, okay, fuck het, dit allemaal weg, weet je wel. En, en gewoon maar opnieuw beginnen ja. en doorgaan. Maar vroeger deed ik, deed ik echt in Photoshop eerst schetsen maken. En daarna ging okay, ik dat nee, echt maken. Nee, Omdat vaak. ik heel erg in de scooter, uh, scooter zat ik. En ik ging... Echt mijn eigen scooter met de marginale centen die ik toen uh, voor hand had. Ging ik echt mijn scooter helemaal customized. Is dit okay. op de PC customizen, Is dat handiger vanwege muis? Ja, met name ja, de ja, muis? Dat is ja, 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 100 procent. Ja. Je, je hebt altijd te maken met die kunstmatige cursor die, die heel traag is over het, uh, ja, zo, zo... Ja, je kan er heel precies mee werken hoor. Want je ja. kan letterlijk zelfs nog uh, tegenwoordig gewoon de, handmatig het aantal graden waarin die gedraaid staat en, en, en de percentages uh, Waar, Waarom maakt Waarom maakt Playstation of uh, Microsoft straks uh, Playgrounds dus niet gewoon een tool die op de pc, waarbij je dus gewoon op je pc auto's kunt maken? Ja, ik uh, Weet je, ik verwacht dat GT7 echt wel naar de PC gaat komen. Nee, dat snap ik. Maar ja. Wellicht dat het gaat gebeuren. Ja. <laughs> dus ik hoop het. Bizar. Nou, ik, ik word hier wel enthousiast van. Ik vind het dat leuk bij Game Kings. bedoel, we praten veel over games. Dat is ook heel belangrijk. Maar vooral dingen doen met ja, games. We, we, we is... hebben het nog niet eens over Dungeons Dragons gehad. Maar dat is gewoon... Dat is weer een apart dat, ding. Het spreekt ja. voor zich dat dat dan gewoon één grote customization ongein is. Uh, in mijn geval. Dan we nee. gaan dit uh, vaker doen. Laat het in ieder geval even in, in de comments weten. Uh, vind je het leuk om, om meer te weten over customization? Want er zijn meerdere Game Kings die het op allerlei andere games ook doen. Ik denk dat Steven is, Pff, lijkt me ook hartstikke leuk om daar een keer met hem over te hebben. En uh, bijvoorbeeld is het een keer een leuk idee om af en toe een game te pakken en te zeggen uh, maak hier een livery of, of, of een, een character van en stuur hem op en dan gaan wij dat uh, beoordelen in een video, uh, de mooiste, en één iemand wint een prijs. Uh, ik vind het leuk om ook dat soort dingen met de community te doen. Te uh, doen. Goed. Nou nee, ja, customization. Nou ja, ik, uh, misschien ga ik het weer thuis proberen. En dan na tien minuten denk ik toch weer van: nee, maar. Niet. Uh, maar ja, wie weet.